Filmfans, filmfanaten, welkom op filmset van Tot Altijd. Om u te bewijzen dat film niet enkel de zevende, maar ook de ultieme kunst is. Dat is makkelijk te bewijzen, want wij zijn de kunst der kunsten. Wij combineren gewoon alle anderen. Neem deze voortreffelijke dingen. Dat zijn acteurs. Voortreffelijke acteurs uit ons fantastische Vlaamse theater, waar we ze na gebruik terug in onderbrengen. En waar dan weer veel meer volk komt kijken. Dat is het alleen. Dankzij de cinema toch ook een beetje. Dan hebben we ook nog deze dingen. We hebben fantastische auteurs natuurlijk in dit land. Ik denk dat ongeveer driekwart van alle films gebaseerd is op hun boeken. De boeken blijven altijd beter, maar toch, bon, de boeken versterken de films. De films versterken op hun beurt de boeken. Oh, de prachtigheid der dingen. Well, dan zijn we ook een land van kunstenaars natuurlijk, van architecten en vormgevers. En ja, die werken ook allemaal voor ons, die maken ons decor. Maar ja, op ons beurt, de cinema toont wel alle kunstwerken en filmt architectuur en zo. Toch ook? Voilà, dit alles wordt natuurlijk nog eens bewerkt door monteurs, IT'ers eigenlijk. Muzikanten hè? Werken ook voor ons. We hebben ongelooflijke modeontwerpers, zij maken onze kostuums. We hebben belichters, elektro's, grippers, maquilleurs, enfin, een soort Fukushima van creatieve energie. Ontsnapt langs alle kanten. Wat film is bedrijvigheid, ja, economie. Ja, we geven ook veel werk aan veel mensen. Ik denk dat 80% van het budget van een film gaat sowieso naar lonen, naar mensen. En ja, tenslotte, kijk, in Amerika hebben ze het altijd geweten. Film is het paradepaardje en het visitekaartje, de beste marketingstrategie voor een land. Hollywood heeft Amerika gemaakt en omgekeerd. Het is vaak iets wat wij nog vergeten. Want hier zijn we de zevende kunst en vaak ook toch een beetje de zevende in rij. Dat is al wel eens gezegd, daar is al wel eens over gezaagd. Dat gaan we niet meer doen, maar toch, kijk, maar voilà. Dank u wel.